بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Beste broeders en zusters, momenteel ben ik voor de begraafplaats van onder andere Khadija radiallahu ta'ala anha en Abu Talib, de oom van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Waarom ben ik vandaag op deze begraafplaats? Waarom heb ik ervoor gekozen om hier naartoe te gaan? Ik wil een korte boodschap meegeven wat te maken heeft met degenen die hier liggen begraven. Onder andere Khadija radiallahu anha en Abu Talib. Khadija radiallahu anha was de steun en toeverlaat van Mohammed sallallahu rabbi wa sallamu alayhi. Zij was de vrouw van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En op het moment dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de openbaring kreeg van Allah subhanahu wa ta'ala en voor de eerste keer de missie kreeg van Allah subhanahu wa ta'ala om islam uit te dragen naar de gehele wereld, was Khadija radiallahu ta'ala anha degene die nooit in hem heeft getwijfeld en die altijd achter hem stond en die hem tot rust heeft gemaand en die hem heeft gesteund in goede en slechte tijden, zowel financieel als door middel van haar liefde voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Door al hetgeen wat zij kon, heeft zij hem gesteund. En een boodschap naar de zusters is: sta jullie mannen bij als het gaat om de da'wa. Verricht jullie mannen geen da'wa. Roep hen dan op om het woord van Allah subhanahu wa ta'ala te verkondigen. Zowel naar niet-moslims, door hen de bewijsvoering van islam kenbaar te maken en hen uitgenodigen naar de waarheid van islam, als naar de moslims. Door hen terug te roepen naar de juiste concepten en ideeën van islam. Want wallahi, hier vandaag de dag leven wij in een periode, in een tijd waarin moslims ver zijn van de concepten en ideeën van islam. Alhamdulillahi rabbil alameen, begint het langzamerhand weer terug te komen. Alhamdulillah, want Allah subhanahu wa ta'ala is degene die de nasr geeft. En Allah zal nooit de umma van Mohammed sallallahu rabbi wa sallamu alayh verlaten. Hij is met ons. Maar dat betekent niet dat wij niets moeten doen. Maan jullie mannen tot het goede. En zeg tegen hen dat zij de da'wah moeten verrichten. En wees als een Khadija voor jullie Mohammed. Wees als een Khadija voor jullie drager van de da'wah die jullie thuis hebben. En roep hen op tot het dragen van de da'wah. En daarmee heb jij zelf ook de ashr insha'Allah. En het is heel belangrijk dat we stilstaan bij Khadija radiallahu anha. Is een van de beste vrouwen die ooit heeft bestaan. Die ooit heeft gelopen op de voet van de aarde. En ze was de vrouw van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De beste man die ooit heeft gezet op aarde. En wij dienen lessen te trekken uit hun leven. En dit te implementeren in onze eigen levens. Wa subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.